Dat heeft jou gevraagd vandaag. Big time, hè? Ja. En wat was het die jou zo heeft geraakt? Nou, ik weet niet gewoon dat ik zo over mezelf denk, maar ik vind dat juist omdat ik hier zit, is het alleen maar een bevestiging dat ik wel slecht ben, dat ik wel dom en lief ben, want ik heb het anders goed aan. Ik verpest thuis. En ik verpest het op school en ik verpest het met jongens, ik verpest het overal mee. Dus ik vind het juist alleen maar een bevestiging dat ik wel gelijk heb. En je kan op die manier op een andere manier gaan kijken, dat weet je wel. Nee. Maar waarom, even terug naar je verpestdingen, waarom denk jij dat je dingen verpest? Waarom zou dat zijn? Oh, het is toch zo, het gaat toch niet goed thuis? En ik, op school ben ik toch ook gezakt? Oké, maar waarom zou dat zijn? Waarom? Wat is die onderliggende iets? Vind jij zelf dat je het waard bent om liefde te krijgen? Nee. En is dat de waarheid? Ik niet. Want als mensen dichtbij komen, dan schop je ze weg. Of niet? Of wel? Nee. Niet wil jij stoppen met de zelfvernietiging? Ja, tuurlijk. Ik zie ook zo dat ik niet aardig doe en zo. En ja, maar je zeggen mensen het ook van ja, maar je vader doet nu toch aardig. Waarom geef je hem dan geen knuffel? Waarom doe je niet een keer aardig en zo? Maar ik weet, ik kan dat gewoon niet. Maar het is gewoon, ja, ik weet het niet. Dan heb ik weer zoiets van ik doe het weer fout. Het is weer mijn schuld. Niks is jouw schuld. Maar zo voelt het wel. Ja, maar het is niet waar. Het is niet waar. Je bent een jong meisje. Je hebt nog geen kans gehad. Maar die stem, wij moeten samen die stem afschieten die tegen jou zegt dat je niet goed bent. We moeten die afschieten, want het is een leugen, maar ja, dat moeten we samen doen. Nee. Het bevestigt het toch alleen maar, ik verpest het nou toch weer. Waar? Is het nou hier? Ik zit hier toch niet voor niks, ik heb het toch weer verkloot thuis. Dat bevestigt die stem toch alleen maar dat hij de waarheid spreekt. Ik